Op woensdag 18 maart mogen we naar de stembus om te stemmen voor de Provinciale Staten. Wij spraken met Robert Jansen van GroenLinks over het belang van de Provinciale Staten, de verkiezingen en over zijn kandidatuurschap. Ik heb me verkiesbaar gesteld omdat ik, je zou niet denken, maar politiek echt leuk vind. En je kan een hele hoop dingen voor mensen betekenen. En de provincie is wel een bestuurslaag dat behoorlijk op afstand staat. En veel dus in onzichtbaarheid eigenlijk bezig is. Maar dat heb ik de afgelopen 4 jaar niet gedaan. Ik heb heel erg mijn best gedaan om zichtbaar te zijn en laten zien wat ik doe en verantwoording afleggen. En dat is mij best gelukt, denk ik. Waarom zijn de provinciale statenverkiezingen belangrijke verkiezingen? In eerste instantie omdat de provincie een hele belangrijke taken uitvoert op het gebied van drinkwater bijvoorbeeld. En ook op duurzame energie en op waar bijvoorbeeld megastallen mogen gebouwd worden. Maar in de tweede plaats vanzelfsprekend ook voor de Eerste Kamer. De Provinciale Staten die kiezen de Eerste Kamer. En dus je stem heeft dubbele invloed. En wat zijn de standpunten van de partij? GroenLinks staat voor duurzame energievoorziening. We weten allemaal dat we afhankelijk zijn van bijvoorbeeld Rusland voor het gas. We moeten echt onafhankelijk worden, dus we zijn voor duurzame energie. Daarnaast voor een goede zorg. De bezuinigingen op de zorg, op de thuiszorg bijvoorbeeld en op de jeugdzorg, die zijn wat ons betreft veel te groot. Dat kan allemaal niet. En vandaar dat wij ook extra geld willen beschikbaar stellen vanuit de provincie voor het opvangen van problemen in de zorg. Een speerpunt voor GroenLinks is een einde maken aan het toestaan van megastallen. Op dit moment kunnen megastallen overal eigenlijk worden gebouwd. De provincie verleent maar al te graag op dit moment toestemming voor die bouw van megastallen. En wij willen daar zo snel als mogelijk een einde aan maken. Daarnaast is ook het energiebeleid een belangrijk punt. Op dit moment worden huurwoningen geïsoleerd. Dus voor mensen die in een huurhuis wonen betekent dat een lagere energierekening en het is beter voor het milieu. Wij zouden dat graag willen uitbreiden en dat er ook nog veel meer huurwoningen kunnen worden geïsoleerd tegen warmtelekkage. Dat je stookt voor de mussen, dat is een beetje zonde. Dus wij willen heel graag dat er vaart wordt gemaakt met energiebesparing en veel meer zonnepanelen op daken. Er liggen nog een hele hoop daken, liggen er geen zonnepanelen. Dat is eigenlijk zonde van de ruimte. We hebben die ruimte eigenlijk hard nodig om de duurzame energie op te wekken. Dus ook meer zonnepanelen. Weet u nog niet wat u moet stemmen en wilt u advies? Dan kunt u naar www.stemwijzer.nl gaan.